In een stoffige kast van het Provinciaal Museum ligt opgerold op een stokje de geschiedenis van de Hollandse bezetting van Taiwan. Een paar houten oorlogsschepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie veroveren in 1642 het eiland dat dan nog Formosa wordt genoemd. Het Fort Zeelandia wordt gebouwd en zonder veel moeite worden de 30.000 boeren die er wonen onderworpen. 37 jaar is de compagnie er de baas, tot krijgsheer Koxinga er in 1661 een einde aan maakt. Steeds verder rukken de communistische legers in China op. In de tijd die sinds het uitbreken van de Chinese burgeroorlog is verlopen, hebben de communisten een gebied in hun bezit gekregen met een bevolking van 350 miljoen zielen. Dit is de kleuterschool Het Oosten is Rood, bestemd voor kleuters van 3 tot en met 7 jaar. Voor de culturele revolutie een school waar alleen maar sprookjes werden verteld over vogels, bloemen en vissen. En dat is allemaal veranderd nu Mao's gedachten ook deze kleuterschool leiden. Je voelt werkelijk dat je in een land bent waar de mensen het aangedurfd hebben om, laten we zeggen, een nieuwe mens te vormen in de maatschappij. Tijdens de culturele revolutie van 1966 bereikte de macht van het leger een hoogtepunt. Maar begin jaren 70 veranderde dat. Mao vond het leger te machtig worden en begon een reorganisatie onder het motto dat het volksleger te weinig professioneel was. De mensenrechten worden nog niet aangesneden als de Chinese president koningin Beatrix welkom heet in de grote hal van het volk. Dat zou 10 jaar geleden net zo zijn gegaan. Alleen werd het staatsbezoek van Beatrix toen geschrapt, omdat de communistische leiders ten koste van veel studentenlevens het volksprotest de kop indrukten. Ik heb het onder mensenrechten duidelijk aan de orde gesteld en gewezen op het feit dat Nederland zich zorgen maakt over een aantal punten. De persvrijheid, de positie van de beschermers van mensenrechten in het land en de rechten van minderheden. De Chinese angst voor kritiek in het openbaar kwam vanavond terug bij het staatsbanket. Tafelredens waren er niet. De autoriteiten wilden niet verrast worden door spontane terechtwijzingen. Toch heeft de koningin tijdens het diner het onderwerp mensenrechten wel aan de orde gesteld. Op een gegeven moment sloeg de paniek van de betogers om in woede en ongeloof. Ze wilden niet geloven dat de 7 weken van massale betogingen voor meer democratie helemaal voor niets waren geweest. Ze keerden terug naar het plein. Dit massaal optreden met tanks, panzervoertuigen, automatische vuurwapens, dat tegen eigen burgers, dat is schokkend. That we are working assiduously, but that the time has not yet to lift the embargo. Will that be next year? I hope so for them. Family of the pieces of the moment, how there are so few klagen over the men's election in China. Nederland martelt geen mensen. Ja, ik ben 100% zeker, in Nederland hebben geen mensenrechten probleem. Ik geloof niet. I think an awful lot of these people will be condemned as counter-revolutionaries, and I think they'll be shot.